De zelfscoren app Forensische zorg werkt met risicotaxatie-instrumenten. Deze worden gebruikt om je behandelvoortgang en je beveiligingsniveau te bepalen en of je met verlof mag gaan. Risicotaxatie-instrumenten worden nu alleen nog maar ingevuld door het team dat jou behandelt. Je beoordeling gebeurt via een aantal criteria. Het team beoordeelt jouw gedrag, geeft daar een score aan en geeft aan waarom ze daar wel of geen risico's ziet. Deze gegevens worden gebruikt om met jou in gesprek te gaan over je behandeling. Als cliënt heb je meestal geen idee hoe zo'n risicotaxatie werkt en hoe en waarop je wordt beoordeeld. Wat voor gedrag wordt bij welke score? En wat zijn zaken waar het team op let? Met de zelfscoren app verandert dat. Je kunt nu zelf je eigen situatie beoordelen. Je vult dezelfde vragen in die het team ook invult. Je kunt daarbij je eigen tekst toevoegen en je kunt aangeven of je bij het onderwerp van de vraag hulp wilt. Jouw scores worden weergegeven in een zogenaamde spin. Scores die ver van het midden staan zijn gebieden die verstandig zijn om aan te pakken, waar de risico's nog hoog zijn. Scores die bij het midden staan betekenen dat daar nu geen risico's zijn. De gekleurde bolletjes bij de randen geven aan of je hier zelf de controle hebt. Of dat er nog veel hulp van buitenaf nodig is. Ideaal is het als alle scores uiteindelijk in het midden van de cirkel komen te staan. Je ontvangt een eigen inlogcode, zodat alleen jij toegang hebt. Je kunt de SPIN op een PC of op een tablet invullen en opslaan. Wat je invult is alleen van jou en wordt met niemand gedeeld, behalve als je dat zelf wilt. De zelfscoren-app geeft zicht op je eigen functioneren. Je krijgt vragen over je huidig functioneren. Hoe gaat het? Maar er zijn ook vragen die gaan over je toekomst. Wat wil je bereiken? Een ingevulde spin is ook te vergelijken met een eerder ingevulde spin. Zo maak je je eigen voortgang inzichtelijk. Je kunt jouw spin meenemen naar jouw behandelplanbespreking en jouw scores vergelijken met die van het team. Zo kun je met hen in gesprek gaan over wat jij zelf belangrijk vindt om aan te werken. Zo kun je zelf richting geven aan jouw behandeling.